Het is nu tijd voor mijn studiogast en we gaan het hebben over de Savannah Rally. De Savannah Rally is een van de grootste sportevents in Suriname. En de afgelopen 2 jaar hebben we dat jammer genoeg niet gehad vanwege de COVID-pandemie. Vaak genoeg zien we een grootse start vanuit het onafhankelijkheidsplein. Maar wat gebeurt er allemaal in de Savannah en wat houdt de Savannah Rally in? Daarover zal ik praten met Annegreet Deelweg, een van de gezusters Deelweg. En zij zit in het uitzet. Team, goedemiddag Annegreet. Goedemiddag. De Savannah Rally is weer terug, omdat we een onderbreking hebben gehad. Maar hoe lang wordt er al de Savannah Rally gereden hier in Suriname? Nou vraag je me. Volgens mij, dit is de 44ste. Mm-hmm. Dus het gaat niet over jaren heen, want er zijn natuurlijk diverse keren dat het niet door is gegaan. Ja. Dus ik denk al meer dan 50 jaar, maar... Ik durf dat niet met zekerheid. Ja. En als we praten over de Savannah Rally, wat houdt dat precies in? De Savannah Rally is eigenlijk een rally, maar die dan specifiek door de Savannah gaat. Dus je gaat off-road, wat vraagt om ook andere type rallies, navigatiemethodes, die je niet in de stad kan uitvoeren. En hij is 3 dagen, dus dat maakt hem extra leuk. Wanneer wordt hij dit jaar gehouden? Hij wordt dit jaar gehouden aanstaande vrijdag, dat is 11 november, tot en met zondag. Dus 11, 12 en 13 november. En ik haalde aan, het begint vanuit het Onafhankelijkheidsplein. Yes. En wat is de route eigenlijk? Want je hebt verschillende savannas, maar die ken ik niet zo uit het hoofd. Dat gaan we nog niet vertellen. Oké. Het begint op het Onafhankelijkheidsplein, na jaren weer. Los van de coronapandemie hebben we ook al een paar jaar in... volgens mij 2018 was van het onafhankelijkheidsplein. Ja, sorry. Maar in ieder geval 2 jaar geen Savannah Rally gehad. Welke Savannah kan ik natuurlijk niet laten weten. Maar het eerste traject dat zal door de stad gaan. En daarvoor hebben we ook een speciale S-klasse. En pas daarna, het tweede traject en verder, dat gaat door diverse savannes. Oh, dus als ik het zo begrijp, de route moet je brengen naar een savanne. En nu wil je het niet van tevoren prijsgeven? Nee. Wij brengen je ergens op mooie plekken. Mm-hmm. We hebben, als dat nodig is, opengekapt, gezorgd dat de weg goed is. Mm-hmm. En een route uitgestippeld. Ja. Jij maakt deel uit van het uitzetteam. Yes. Waarmee is het uitzetteam allemaal belast? Het uitzetteam is onder leiding van AW Brakke en met een aantal andere uitzetters hebben zij de ritten gemaakt. Dus ze maken de ritten voor de rallyrijders. En ik en mijn zusjes zijn de narijders. Dat houdt in dat wij een soort controlefunctie hebben waarbij we de ritten die zijn uitgezet rijden alsof we het voor het eerst rijden. Ja. En checken of alles klopt. En tot slot het rallyweekend zelf rijden wij vooruit op iedereen om te kijken of alles op de juiste plek zit enzovoorts. Waar liggen de uitdagingen van een Savannah Rally? Dus het uitzetteam is degene die de ritten maakt, maar daarnaast hebben we ook natuurlijk het logistieke team. Die moet zorgen voor de overnachtingen. We hebben onze postbemanning die op diverse plekken gaat controleren of je werkelijk langs bent gekomen of niet. Of dat je op de fotoroute bent langsgekomen of niet. De catering, er komt een hele organisatie bij kijken. En dat doen we met behulp van Isuzu. Van Fernandes Autohandel natuurlijk. En Isuzu is daar de sponsor van. En GoTo. Ja. En hoeveel equips doen mee? We hebben nu 55 inschrijvingen, heb ik begrepen vanochtend. En er mogen veel meer meedoen. Dus ze kunnen nog steeds inschrijven. De loting is wel al geweest, dat is de verloting van de startnummers, dat was gisteravond. Ja. En ik dacht voor de S-klasse hebben we nu iets van 18 of 19 inschrijvingen. En de S-klasse is de nieuwe klasse, zijn de nieuwe deelnemers? Nee, niet per se. De S-klasse is voor de mensen die alleen het eerste traject willen rijden. Mm-hmm. Dat is een stadsrally, zeg maar. En die niet beschikken over een four-wheel drive. Ja. Want je hebt geen four-wheel drive nodig voor het eerste traject. Mm-hmm. Daarna wel, dus om de rest van de rally te rijden door de Savannah is dat wel nodig. En hoeveel klassen zijn er? Want je hebt S, B, A... Dus je hebt de B-klasse. De B-klasse zijn de beginners. Mm-hmm. De meesten hebben dan al een keertje gereden of hebben de beginnerscursus gevolgd. Ja? Want dat is denk ik wel nodig, dat je een beetje weet wat er gaat gebeuren. Als je dat niet weet, er is wel genoeg informatie, dus maar lees je daarin.
reglementenboek. Dan heb je de A-klasse, dat is voor degenen die er net tussen vallen, mm-hmm. en de hoofdklasse. Oké. En in welke klasse heb jij in het verleden al meegedaan? Wij zijn natuurlijk ook gestart in de B-klasse. Mm-hmm. Mijn zusje Erik en ik rijden sinds 2015. Mm-hmm. En nadat je in de B-klasse dus danig hebt gepresteerd, heb je van het jaarklassement, dan word je gepromoveerd naar de A-klasse. Okay. Nou, dat hebben we gedaan en vervolgens van de A naar de hoofdklasse. Mm-hmm. En hebben jullie alle rally op je naam? Binnen de hoofdklasse nog niet, mm-hmm. Maar binnen de B-klasse en de A-klasse, maar vraag me niet wanneer en welk, hoor. Nee, dat geeft allemaal niet. Ja. Maar wat is eigenlijk de uitdaging? Moet je een goede driver hebben of moet je een goede navigator hebben? De driver, ik bedoel, je moet kunnen rijden, je moet een rijbewijs hebben, je moet veilig rijden. Het gaat niet om snelheid, dus het is niet dat je bepaalde skills nodig hebt. Je moet gewoon kunnen rijden. Mm-hmm. En de navigator is degene die dus checkt in het routeboek waar je naartoe moet. Maar daar kan een rijder natuurlijk ook bij helpen. Ja. Kan je misschien een beetje meer vertellen van hoe het in de praktijk eraan toe gaat? Maken de driver en de navigator ruzie? Of verschillen ze van inzichten of mening? Ik ga even alleen maar uit mijn ervaring. Mijn zusje en ik die zijn begonnen. Kijken hoe we goed zouden kunnen samenwerken. Er zijn ook ruzies geweest. Ja. Er zijn momenten geweest dat er bijna is uitgestapt. Of dat al is uitgestapt. Serieus? Dat we echt helemaal hadden gehad. We reden naar de finish. We zijn er klaar mee. Ja. En vervolgens, nee, we gaan toch door. Mm-hmm. En, dus ja, je hebt meningsverschillen. Maar je moet ook kunnen... Oké, weet je, dit keer volg jou of ik volg jou. En als het dan fout blijkt te zijn, ja. De ene keer zeg je wel, ik zei het toch. En de andere keer is het van, oh ja, je had gelijk. Je moet daarin compromisen. En hoe laat is de start vrijdag op het onafhankelijkheidsplein? De start is om 8:00. Mm-hmm. Er is naast de start zijn natuurlijk, hebben ze wat extra dingen geregeld. Mm-hmm. Zover ik begreep gisteravond bij de teach-in is dat Fernandes heeft daar hun nieuwe MUX staan. Dat kan je bekijken. Er zijn activiteiten voor kinderen om te doen. Dus ook al doe jij niet zelf mee, dan kan je wel komen kijken hoe de start gebeurt. En van 8:00 s'avonds, wanneer is de volgende officiële ruststop? Die is, ik denk, 12:30, 1:00 ongeveer in de avond. En voor de rallyrijders die doorgaan, die rijden door eigenlijk tot de volgende ochtend 2:00. Maar daar hebben we wel de diverse stops. Dus om 5:00, 6:00 is er weer een stop. Ja. Dan wordt er ook midden in de savanne zorg go-to voor benzine, zodat iedereen kan bijtanken. En dan rijden we weer door naar dus dat is ontbijt, naar de lunch. En dan finishen we bij de overnachtingslocatie. Ja. En daar blijven we dan tot de volgende ochtend vroeg. En dan heb je weer een start opnieuw en dan weer een lunch. En dan finishen we op zondag, dag rond 1:00 of 3:00. Mm-hmm. En ik zou de finishlocatie moeten weten, maar het is me nu helemaal ontgaan. Ja, ik kan me voorstellen, want jij bent met heel wat druk bezig van die rally zelf. Ja. Doen er ook buitenlanders mee deze keer? Voor zover ik weet hebben zich geen buitenlandse equipes aangemeld of ingeschreven. Het is natuurlijk ook op een laat moment toch besloten dat het door zou gaan dit jaar. En ook met het uitzetteam zijn we eigenlijk wat normaal gangbaar is laat begonnen. Dus ik denk ook niet, het is ook een tijdje geweest van gaat het nou door of niet. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft gehad. En kan je misschien toch een beetje praktisch uitleggen hoe een rallyopdracht daar in de savanne eruit kan zien? Zodat de kijker ook zich kan inleven. We hebben verschillende soorten ritten. Ik ga even de kompasrit dan aanhalen. Dan heb je ook een kompas in de auto. En aan de hand van de opdrachten in je routeboek moet je dan 230 graden naar rechts of 110 graden naar links, I don't know. En rechts, links en dan kom je op een volgend kruispunt. En dan krijg je weer dat je 450 graden moet en dan kijk je, dat is rechtsaf, dan ga je rechtsaf. Ja. Enzovoort. En het kan dat je eigenlijk, als je verkeerd bent, je 450 graden niet werkt en al... Nee, 450 graden is bijna klokje rot. Klopt, dus, ja. Soms zijn het kiesjes, dat betekent dat je rechtdoor moet of schuin naar links, want in de savanne, dat is het mooie. In de stad is alles recht toe, recht aan en in de savanne heb je van die schuine weggetjes. Dus dan moet je goed kijken, moet ik links schuin of moet ik rechts schuin en dan ga je zo verder. Maar het blijft wel leuk?
Het blijft leuk. Het was een luchtige rally. Er is genoeg tijd. Men hoeft zich niet te haasten. Ik zou zeggen, neem. Het is hartstikke leuk. Het is een uitdaging. Je rijdt midden in de nacht. Als je met ramen open rijdt en je hebt je lampjes aan, moet je voorzichtig zijn. Dus zorgen dat je of iets bij je hebt om te vliegen, of niet te vliegen. Het zijn gewoon al die beestjes die afkomen op het licht. Ja, klopt. En dan dus ramen dicht rijden. Je komt op de mooiste plekken, dus geniet ook van de locaties. Natuur, En omdat je met four-wheel drive rijdt, ga je natuurlijk ook af en toe heuveltje op, heuveltje af. Dus dat maakt het leuk. Ja. En is de voorbereiding ready voor vrijdag? Of zijn jullie nog hard aan het blokken om alles in kan en kruiken te hebben? Nou, we zijn nog een beetje aan het werk. Vandaag en morgen daar hebben wij nog wat werk te doen. Maar in principe is alles al in kan en kruiken. Is het uitzetteam ready? Want die moet natuurlijk voordat iedereen begint ook al de straat op om de bordjes te regelen. Want daar hebben we het niet over gehad van hoe je ziet of je goed rijdt of niet goed rijdt. Nee. Maar er zijn aan de langs de weg zijn er zogenaamde oriëntatie ORC's, noemen wij dat. Ik weet niet eens meer waar het precies voor staat. Maar daar staat een cijfer en een letter onder en je krijgt van de organisatie krijg je een kaart met allemaal cijfers en dan moet je de juiste letter invullen op de route die je reed. En dat kan goed zijn of het kan fout zijn. En aan het einde wordt die kaart van je gecheckt. En voor de foute ORC krijg je 30 strafpunten. En als je goed reed heb je geen strafpunten. En is het bijvoorbeeld zo, de rally, we zijn enkele avonden voor de rally, dat teams elkaar een beetje bluffen? Of is er een soort gezonde spanningsveld tussen de teams? Altijd, altijd. Ja, zeker. Ja, ja. Oké, maar het gaat er allemaal sportief aan toe. Ja, ja, ja. Ze komen ook bij ons langs van en jij weet meer. dus, En wanneer is de uitslag dan? De uitslag is meestal de eerste dinsdag na de rally. Okay. Dus dit keer ook. Ik moet me verontschuldigen, want het staat allemaal in de algemene aanwijzingen. Mm-hmm. En die zijn te vinden online. En het team dat de minste strafpunten heeft, is dan de winnaar? Juist. Oké. Okay. Nee, daar hebben we dat begrepen en hebben we dat ook gehoord van jou, Annegreet. Heel veel succes. En als het goed zit, probeer ik ook deel ervan te zijn in de Savannah dit weekend. Goed. Ja. Thanks. En zo heb je dat gehoord van Annegreet Deelweg.